Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft vandaag de economische herstructurering psychiatrisch centrum Suriname geïnstalleerd. Deze commissie zal onder meer randvoorwaarden moeten vaststellen ten aanzien van een herstructureringsproces binnen PCS. De commissie wordt voorgezeten door Bernard Abia. De leden zijn Muriel Ravenberg, Farida Kohinoor, Errol Stuger en Rajinder Kumar Nanda. De commissie is voor een jaar geïnstalleerd.